Ik heb ongeveer een 180, 200 klantjes. Oké. Okay. Leukje. En dat voor een hobbyclubje is dat best wel. Ja, dat is heel veel. Ja. Dus, mensen, ik ben hier bij, stel u voor. Ja, Henk de Kaster. En ik doe een beetje reparaties aan Poeg en Thomas, de geschakelde brommetjes. Oké. Okay. De Maxis en derde automaatjes doe ik eigenlijk niet. Maar heb ik iemand die wel een geschakeld brommetje hebt en die heeft ook een Maxi of een Thomasje erbij, dan mogen ze hier ook terecht. Maar normaal gesproken alleen een automaatje, heel weinig. Ja, dat is een minimum eis. Ja, een paar wieltjes die ik zelf verder ook nog nooit gespaakt heb. Oké. Okay. Dus dan, dat is wel grappig deze, want dit is een totaal andere naaf. Alles vanaf de buitenkant zie ik wel. Ja. Dus dan gaan we kijken of dit ook gaat lukken. Oké. Okay. Dit zijn naven die in het nieuwe type Thomas voorvochtje kunnen. Ja. Waardoor ik dus deze naven ook nodig had, want de oude A3 die zullen dus ook niet passen in de nieuwe voorvocht. Oh, dus okay. Vandaar deze naven. Okay. Dus daarom is het ook voor mij eigenlijk überhaupt de vraag of dit allemaal wel gaat. Ja, op het past. Want ja, dit is zeg maar, de setjes zijn over A3. Een velg, daar heb je een gat voor je ventiel natuurlijk. Ja. En daarnaast ga je altijd beginnen. Oké. Okay. Dus dan, je kunt ook zien hoe de strand van het gat is. Ja, ja, die zit midden. Dus dan die staat schuin. En hoe of die verder naar binnen toe gaat. Dus dan, daar gaan we straks mee beginnen. Oké. Okay. Dan sla je er één over en dan sla je drie gaten over. En dan kom je weer op hetzelfde soort gat uit. Ah, oké. Okay. En je slaat er drie over. Ja, dan zit er weer hetzelfde vast. Want er zit natuurlijk in dat gat zit er een vorm waar de spaak heen moet. Ja. Naar deze kant of naar de onderkant. Okay. Ja, er zit dan nog een methode in qua hoe ver je ze zeg maar draait. Ja, je kunt hem natuurlijk over twee of ja, over drie spaken. Okay. Vroeger werd heel veel over twee gespaakt. Maar toen kwamen ze er eigenlijk toch wel achter dat het net niet sterk genoeg was. Toen zijn ze over drie gaan spaken. Okay. Dan zijn spaken iets schuiner en dan is je driehoek is het wat steviger. Oh ja, dan zie je dus dat degene die je nu gebruikt, die gaten, zit ook iets hoger dan de andere. Ja, die steken omhoog, hè? Ja, precies. Daardoor kan je zien dat dat de gaten zijn voor die kant. Voor die kant, ja. Ja, hij gaat al iets de richting van de velg. Ja, precies, ja. Als je dan aan het begin de eerste gaat pakken die de andere kant op gaat, dan heb je dat ding in je handen en denk ik, nou, hoe ga je er nog achter komen wat waar moet, joh? Ja. Veel geiner, want vanaf vanaf deze hoek zie ik ook echt inderdaad dat hij op sommige momenten dan een verdere afstand heeft, zeg maar. Ja, maar zit ook nog een zijdelingse slag in. Even kijken hoor, dan of we nou inderdaad wel goed beginnen. Dus we beginnen naast waar normaal gesproken het ventiel erin. Ja, bij het ventiel begin je. Met de ballen die en dan drie overslaan.
Tja, want terwijl Henk dat doet, zien we hier dus dat hij er eentje al klaar heeft. En dit is echt prachtig. Maar, dus wel voor jullie thuis ook om te zien. Je moet dus de kopjes, of in ieder geval een stukje van de spaak gaan inkorten op het kopje. Anders ga je natuurlijk ook dwars door je binnenband heen. Je kan natuurlijk een velgen in doen, maar alsnog, ja, het is gewoon niet goed. Maar geef dus wel aan mensen dat het is mogelijk. Maar eigenlijk is natuurlijk de spakenset normaal voor A3. Dus voor een A3 naaf. Dit is natuurlijk een A35 soort van naaf. Want eigenlijk is het van een Packer of weet ik veel wat voor raar 12 inch wiel ding. Nou ja, die Thomas serie heeft gehad. Dus ja, zorg ervoor dat als je deze combi dus zou doen, of je zou hem wegbrengen, of bij Henk kan natuurlijk ook, dan zal die dus een beetje moeten pielen, of zal je zelf heel erg moeten pielen, omdat het maar net aangaat en je bent dan eigenlijk ook een pleetje draad ook aan de buitenkant kwijt. We gaan hem nu over twee spaken. Mm-hmm. Dus we hebben de eerste spaak waar we onderdoor gaan en de tweede onderdoor. Kom je dan bij de velg uit, dan is die over twee gespaakt. Gaat die over drie, dan gaat die nog een keer vier vakjes verder en dan zie je dat die echt te kort is. Ja, dan, precies. Dus hij wordt over twee gespaard. Maar dan moet je wel even, gelijk even rondmaken dat de spaak weer... Ja, dat het opgepakt zeg ja. Maar. Ja, precies. Dus in principe voor jullie thuis, dat zou je dat kunnen zou doen. Je de spaak al van tevoren al 5 mm korter kunnen maken. Ja. Maar dan moet je dus ja, het risico nemen. Zorgen dat die spaak het begin, dat het een begin is van dat die wel goed is. Ja, want mensen, dit is natuurlijk, wat is het misschien? Ja, het is niet helemaal M nog wat, maar het is... Het is geen metrische draad. Precies. Het en is... ook geen Engelse draad. Een spaak heeft een hele aparte draad. Inderdaad, ja. Ja, qua dikte zou ik willen zeggen mensen dat het misschien maar M4 is qua zeg maar, dikte van de spaak. Waardoor het dus echt, ja, als je dit gaat inkorten met een slijptol, dan sloop je echt heel snel draad. Je zou het misschien wel een ijzerzaag kunnen doen, maar dan ben je heel veel ja, tijd kwijt. Als het goed is eigenlijk weer niet, want hij is wat gehard, hè? Oh ja. Mijn spraak. Dus dan blijf je heel lang... Daarom is er, hij hem gaat knippen, dan moet je een hele goede tang hebben, want hij is eigenlijk best wel hard. Hij is ook moeilijker te knippen. Oké. Okay. Knip maar eens een spraak eruit, dan voel je hoe zwaar het gaat. Nou... Liever niet. Ja, je hebt het ja. Gedaan. Dus. Ja, nee, dat was met de slijptol. Okay. Nee, dat ging al niet met knippen eigenlijk. Nee, dat daarom, probeerde dat ik, maar dat ging echt niet. Nee, nou, dat bedoel ik, omdat een spaak best wel hard is. Ja. Als je zo plat ligt, is het eigenlijk het makkelijkste. Want je krijgt eigenlijk vier lagen met spaken. Dus als je aan de bovenste laag begint, waar je mee begint, naast het ventiel... En je slaat er iedere keer drie over. En dan met de andere, precies over twee of over drie spaken. Ja. En dan ga je ook dat rijtje eerst erin leggen. En dan heb je eigenlijk al één kant van het wiel klaar. Dan de onderkant, dan pak je eerst de binnenste weer. En zo heb je ook geen last van dat spaakje in de weg hangt. Nou, wat Henk dus nu doet, is hij gaat per spaak tot aan het draad. Dan weet hij dat hij ongeveer al in het midden zit. In dit geval weten we zelf eigenlijk al dat ze te lang zijn, maar dat corrigeert hij zo. Ja, nou draai ik net als omdat ze toch al te lang zijn. Ja, gewoon tot aan. Na de trein, totdat het beetje eruit komt. Ja, precies. En dan zitten we ook weer ongeveer dat je straks in de midden moet zitten. Ja, volgens mij... Nog eens, op film? Ja, die gaan zitten erop, maar de hoogte... Ja, precies. Is... Ja, nee, precies. Ja. Strak man, wauw. Wauw. Fuck man hoor. Mooi hè? Ja, dat heb je heel mooi gedaan. Nou wil het wel eens gebeuren bij een wiel koopt en dan zie je op een gegeven moment, je zet hem in het brommetje en dan zie je dat het hart eigenlijk
iets verschoven moet zijn. Brommetjes zijn al wat jaartjes oud tegenwoordig. Dus kan wel zijn dat of je spabordje zit iets scheef of je achterbrugje is iets scheef. Dan wil het wel eens gebeuren dat je zegt van hij loopt eigenlijk net iets naar één kant toe. Als je een wiel zo krijgt, de slag is eruit, dan kun je het hak van het wiel kun je eigenlijk zelf ook nog wel iets bepalen om hem in het frame in het midden te zetten. Dus dat houdt in, elke je begint natuurlijk weer bij het ventiel, maar dat is eigenlijk een punt wat het makkelijkst te onthouden is. En dan maak je alle spaken aan één kant. Hij zegt van hij moet deze kant op. Dan begin ik aan die kant en dan doe ik alle spaken één slag losdraaien. Dan ga je naar de andere kant. Als je dat gedaan hebt, de hele lengte. Dan ga je naar de andere kant en dan draai je de andere kant één slag strakker. Dan schuift hij ongeveer een millimeter of 3, 4 schuift hij op in de grootte van het wiel. Want daar zit wel verschil in. De lengte van je spaken. Maar zo kun je hem in het brommetje. Je achterwiel precies in het midden zetten ten opzichte van je achterbrug of van het achterkantje van de brommer. Okay. Dus dan één kant, één slag los en dan schuift hij een paar millimeter op. Is dat niet genoeg, prima, dan doe je het nog een keer. Maar okay. Zo kun je eigenlijk, en als je dan echt die één slag aanhoudt en de andere kant ook één slag, dan blijft die keurig netjes recht. Vroeger kocht ik wel eens een brommetje zo en dan zeker hele ding is krom. Om dan wat de prijs te drukken. Maar in principe kun je daar. Ja, precies. Dan weet je dat je thuis het gewoon kan verbeteren. Nou, super goede tip, dankjewel. Nou, ik moet zeggen, Henk, dit is echt perfect gedaan hoor. Wow. Ja, helemaal tevreden. Ja, super. Mooi. Man. Echt super.